Ik ben René Butt, akkerbouwer en we leveren al meer dan 25 jaar aardappelankwiks. Ik ben Jorg Butt, ik ben de zoon. Ik zit al 10 jaar met mijn vader in maatschap en ik hoop het bedrijf voor te zetten. Hey, goedemorgen René. Goedemorgen Jorg. Morgen. Hoe is het bij jullie? Ja, goed. We hebben de aardappelen net binnen, gelukkig. Oh. Gelukkig, ja. Ja, dus ze zitten achter de planken? Ze zitten achter de planken. Mijn vader zei altijd van 1 november moet alles achter de planken zitten. Je bent net op tijd, je bent mooi op tijd. Ja, maar ik vind 1 november knap laat hoor. Ja. Ik zou liefst de eerste week oktober alles binnen hebben. Het risico wordt steeds groter met het weer. Okay. En om toch kwaliteit binnen te krijgen, en dat, dat wordt ook gevraagd van je, dan kan je dat beter met hogere temperaturen doen en betere omstandigheden. Wij kunnen aardappelen tot juni kunnen we ze goed houden in de cel. Zo lang? Ja, zo. Maar tot maart uit deze cel. Ja. En vanaf maart tot juni, juli uit de kistenbewaring. Ik zie hier, dit is de cel Agrias. Ziet er goed uit. Ja. Hier in deze cel hebben er ook nog andere aardappelen gelegen dit seizoen. Ja, we hebben in augustus, september hebben deze twee cellen ook allebei volgelegen met Columba. Oh ja, ja. Dat was die 1000 ton Columba. Ja. Dus dat is 1 miljoen kilo, dan hebben wij al 5 miljoen consumenten heerlijk laten smullen van die Columba's. Ja, want ze waren ook heerlijk, hè? Ze waren lekker, ja. Maar hoeveel heb je dan nog meer liggen? Ja, in alles totaal, bij elkaar. In totaal hebben we nu nog 2800 ton bewaaraardappelen liggen in de cellen. Oh, dan kunnen we nog een keer 15 miljoen consumenten blij maken. Ja, meestjes. Dat is fijn. We blijven nog een paar miljoen tekort. Maar ja, vooruit. Dat zien we weer wel. Daar doen we volgend jaar een beetje uitbreiden. De aardappels zitten nu op een temperatuur van een graadje of 12. We gaan ze nu drogen. Die grond die krimpt en die valt er straks af. Oké, want op hoeveel graden staan ze nu bijvoorbeeld? Nu staan ze op een graadje of 12 en we gaan straks langzaam terug naar 7 graden. Oké. En dat doen we vooral voor de kiemrust. De aardappel is gezond, dat weten we. Heel gezond. Hij is vetarm, hij zit vol vitamine C. En bovendien telen jullie hem ook nog eens duurzaam. Ja. Want jullie hebben naast Global Gap, dat is een voedselveiligheidseis, heb je ook nog Planet Proof geteeld. Vertel eens, hoe is dat gegaan? Ja, Planet Proof, dat is natuurlijk weer een extra eis. En wij zijn daar met een hele goede voorbereiding van tevoren. Voor het begin van het teeltseizoen al op ingespeeld wat we wel en niet mogen. En achteraf is dit het jaar eigenlijk goed gelukt. De weersomstandigheden hebben ook meegespeeld. Maar we hebben bewust gekozen voor middelen die veiliger zijn. Ook voor onszelf en voor de consument. En we hopen dan daar natuurlijk toch een vergoeding voor te krijgen. Via jullie en dat jullie dat door kan berekenen in de keten. Want dat is wel nodig, want het kost gewoon extra geld. Maar dat is niet erg als het maar terugkomt. Ja, ja, maar zoals je weet, goed, hebben we het ook per hectare vergoed. Dat hebben jullie heel netjes gedaan. En wij vinden het ook fijn dat het in de keten vergoed wordt. Ja, maar dat is ook nodig. Dat vind ik ook als teler een van de vereisten, dat de keten daar ook aan meebetaalt. Want wat doe je nog meer aan duurzaamheid? We hebben het nu over natuurlijk die Planet Proof een stukje duurzaam, maar heb je nog meer dingen? Ja, wij gaan ook zonnepanelen op onze daken leggen begin volgend jaar. Oké, en heb je het dan over deze loods hier? Ja, deze schuur en die schuur. Oké. En we willen ook graag, we werken ook met lage drukbanden, met GPS-systemen, met afsluitbare doppen, sectieafsluiting op de spuit, om zo min mogelijk te overlappen, om meer gericht te spuiten in plaats van over te doseren. Oké. En dat werpt vruchten af. Het is wel een investering, maar ja, je moet met de tijd mee. Ja, ja. Dus je hebt er alles aan gedaan, zeg maar, om de aardappel en jouw andere producten voor jullie andere gewassen ook duurzaam te telen. Ja, daar zijn we. En dat gaat nog steeds verder natuurlijk. Maar op dit moment voldoe je aan alle wensen en eisen van de klant. En dat is heel fijn. Ja, daar werken we aan. En dat is ook ons streven eigenlijk. Hè. We willen niet zomaar bulkproductie doen. We willen echt proberen ons als bedrijf te onderscheiden in goede kwaliteit. En Want dat hebben we net gezien. We onderscheiden natuurlijk in rassen, in maatvoering. Het wordt steeds kleinere verpakking. Ja. In duurzame teelt. Ja, dat is bij jullie ook volop aan de orde. Dus daar moeten wij ook mee meegaan. Ja. Voedselveiligheid, zodat de consument een gezond en veilig en duurzaam product heeft. Ja, want de consument die bepaalt onze afzet. Dus daar moet je gewoon naar luisteren. Ja, daar ben je verplicht. Ja, en we proberen daardoor met z'n allen zoveel mogelijk in de hele keten aardappelen bij de consument op bord te krijgen. Ja. Met die heerlijke gerechten. En wij telen ze voor jullie. En jullie proberen ze zo goed mogelijk te vermarkten. En, 1 en 1 is 2, is 3 eigenlijk. Hè? Ja. Dan. En dat hebben we al meer dan 25 jaar gedaan, zei je in het begin. Ja, en dat hopen we in de toekomst te mogen blijven doen, ook met de opvolging met Jorg. Ja, dat is wederzijds. Heel fijn.